Zigzag, zigzag. Hup, flow! Wallride, backflip. Ik zie daar in de verte twee auto's helemaal spacen. Dat was de bedoeling. Dat ging even fout. Hallo Matthijs. Yo! Oh, hij is ook dood! Ja, ik ben één. Oké. Okay, ja. Oh, one hitter. What the fuck? Oké, Matthijs, hallo. Oh, hier ligt hij. Yo, kijkers op mijn kanaal, mijn naam is Dinochtend Rotjoch en welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Oftewel Rotjoch en we spelen weer GTA 5 Funny Moments Challenges. En ik ben hier samen met, ja je ziet ze al staan, Matthijs heeft te veel gevraagd en Cosmo. Hallo Cosmo en Matthijs. Hallo, hallo. Yo, yo, yo. Hallo, hallo, hallo. Jongens, vandaag hebben we weer een nieuwe challenge voor jullie. De vorige challenges gingen niet goed, maar ik heb heel veel vertrouwen in deze challenge. Want wat wij namelijk gaan doen is het volgende. Bereid je voor. Wij gaan proberen om 5 sterren te krijgen en zo lang mogelijk proberen te overleven. Hou even iets op voor deze challenge. Eén moment. Kun je mijn auto ook ophalen? Hier beneden, spring maar gewoon. Oké, kom maar aan. Matthijs! Wat? Hé, jij bent dood gegaan. Ik viel recht op mijn face. Oh joh, je bent fucking ver gevallen. Alright, alright, alright. We gaan de challenge eigenlijk beginnen. We hebben alle drie een eigen bak. Ik heb dit tank dingetje. Matthijs heeft een hele auto gekozen. En Duffy heeft gekozen voor een mitrailleur op zijn dak. Holy fucking shit. Nou, de bedoeling is simpel. We gaan weer zoveel mogelijk mensen te killen daar op het... op de pier. En daar gaan we onze stand houden om 5 sterren tegen te vechten. Klinkt dat als een plan of klinkt dat als een plan? Yes, dat is een heel goed plan. Do this! Yeah! Oh, wie is er snel? Oké, ik ben heel slow. Oké, ik ben ook heel slow. Bam! Ik heb de eerste kill. Tuurlijk. Bam! We moeten zoveel mogelijk sterren krijgen. Ik heb drie. Ik heb drie. Gewoon achterin zit, alles komt goed. Ik heb drie man gekilled. En iemand die wat moeilijk over doet. Ik heb Matthijs. Ja! Deze auto is gewoon midden hier zo. Je doet de deur dicht. Vriend, we mogen ze blijkbaar gewoon doodmaken van die. De politie doet er echt geen moer aan. Wie zit hier in een Mini Cooper? Niemand van ons. Zit er niemand in een Mini Cooper hier? Nee. Want deze persoon doet, lijkt alsof hij gewoon een player een van ons is. Zeg yes, maar. Ik heb een sterretje. Ik heb er al twee. Ja! Oh, ga je nu mij knallen? Oeh, oeh, ging verkeerd! Ik miste hem, ik miste, sorry. Die kill die. Ik heb maar 1 ster, ik heb maar 4 kills of zo. Ik heb wel 2. What the hell? Hoezo ook eigenlijk geen sterretjes erbij? Misschien moet ik even gaan voor wat meer effect, zeg maar. Wat dramatischer effect. Politie komt eraan, kill hem, kill hem. Waar? Holy shit, hij is al geontploft. Laat maar zitten. Dat was Duffy. Dat was Duffy natuurlijk weer. Ik kom eraan, jongens. Oh, Duffy is met de heer te chillen daar op de pier. Ik heb toch 5 sterren nodig. Ik heb maar 1 ster. Ik heb continu blijven schieten zonder. Ik heb maar 1 ster tot nu toe, jongen. Stap even in mijn auto, je hebt ook 3 sterren dan. Oh, gezellig. Daar word ik ook blij van. Dan laten we het even doen dan. Ik ben alweer bijna ontsnapt aan de politie. Oké, wacht, nee, ik heb een ander idee, jongens. Oh, ik heb geen rocket launcher kogels meer. Oké, ik heb ook 3 sterren. Inventory. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Je moet je naar inventory en dan ammo volgens mij. Dan kan je van allemaal al het ammo kopen. Wat doe je ook weer inventory? M. Oké, okay, doe ik wel even M. Ik doe dat vind ik goed een keertje. Inventory en dan druk je? Als het goed is het met ammo. Of wapens. Ammo. Oh kut, ik heb gedrukt. Maar ammo. Inventory. Ammo. Ik druk de hele dubbel, maar waarom doet hij dat niet gewoon dan? Maar die helikopter hier, kop ging iets lager. Oh shit, die helikopter moeten we inderdaad even kapot knallen. Ja, ik kan inventory. Er niet bij. Nu, als... Oh, ik schiet hem. Ammo. Oh, eentje eruit geknallen. Full ammo. Ik heb alles gekocht weer, jongens. Oké, okay, he's down. Ik ben er weer klaar voor. Hoeveel sterren hebben we ondertussen? Ik heb er 4 inmiddels. Dus. Ik heb er 1 nog steeds. Maar niet uit. Hartse vlas. Schiet die heli eruit. Ik wil die heli doen. Hij gaat dan neer. Oh, ik wil hem! Holy shit. Fucking hell. 2 sterretjes maar, jongens. Het gaat toch even duren. Ik heb er inmiddels 4, dus ik ga goed. Woe! Joh, jouw ding is OP. Oh. Duffy is echt een jager van sterren. Ja, die wil ik even hebben. Hallo! Mijn roze rocketlauncher. Hebbes! Goddammit, Duffy! Ik doe niks! Je had hem eerder! Woe! Ik heb nog maar 2 sterren! Oh nee, achter je! Jongen, ik ben alles aan het... Get down, you little cummer! Oké, 2 sterren. Ik heb maar 3 sterren, oké. Okay. Het gaat goed, het gaat de goede kant op. Je schiet gewoon die auto's zo kapot, die op parkeerplek. Ja, ik zoek ze. Waar zijn ze dan, die auto's? Oh, helikopter in de back! Helikopter in de back, jongens! We hebben maar 3 sterren tot nu toe. Het gaat nog goed. Ik heb er 5, oké. Wacht, ik ga nu bij me in, heb je ook allemaal 5 als het goed is. Oké, okay. Ik ga erbij in. Ik kom erin.
Oh, jullie gaan rijden ook goed, joh. Als het goed is, hebben we nu allemaal 5 sterren, right? Duffy! Oh, special forces achter ons, oké! Okay. Ja, gaan we heen, gaan rechtdoor! Ja, nee, ga rechtdoor, helemaal naar achteren rijden. Snel, jongen, Matthijs! Oké, okay, ik ga erheen. Ik word geraakt, man! Kijk, Duffy is in zijn badjas, helemaal ready to go. Oké, okay, let's go! Ik ben net, jongens, ik ben net, gaat goed. We gaan hier onder staan, hè? We hebben geen last. Ja, is goed, is goed, is goed. Ah, ik ben uitgevallen. Hoe ben ik gevallen? What the fuck was dat voor een lame ass actie? Jouw poppetje is zwak. Oh. Helikopter! Het is een plaats! Dat is mooi, dat is één. Oh, pak ME-busjes. Waar? Oh, daar ja. Verderop. Je kunt ook kapot, toch? Ik wil snipen, ik ga snipen, jongens. Ik ga snipen. Bam! Ik doe met je mee, die sniper. Bam! Volgens mij prima. Helikopter gaat neerstotten. Oh. Jongens! Wat? Waarom is hier vuur? Waarom is hier vuur? Close by! We moeten weg, oké. Okay, fuck. Go. Ja, wat? Oh, ik ben aan het redden, man! Shit! Ja, oké, kom maar bij in. We moeten back. We gaan oh nee, ik ben fucked. Ik ben echt fucked. Kom. Hey, kom. Ja, waar zijn jullie dan? Hier zo. Wat is hier zo? Ik kom eraan! Help! Oh, ik kom bijna dood! Gassen! Gaat hier op met de pik, joh. Oké, ik mag niet schieten. Oh shit! Pak ze, jongens! Ik kan alleen maar toekijken! Oh man! Oké, jongens, waar gaan we onze volgende stand houden? Ik ga iets kiezen. Oh, fuck! Waar gaan we dat doen? Ik weet het niet, het vliegveld! Vliegveld halen, jongens! Houd! Oké, we kunnen nog maar één explosie tanken, dan zijn we naar de tering. Gassen dan! Oh man, nog één explosie kunnen we nog maar hebben. Oh jongens, dit wordt echt... Oh, fuck. Gassen, Matthijs, kom op, dit wordt hem. Moet ik die paarse lijn volgen of wat? Ja, tuurlijk, dat is volgens mij het vliegveld, toch? Ben ik nog gek? Nee, niet! Wie is hier? Daar is het vliegveld! Afsla, rechtsaf! Je mag hier, rechtsaf. Jij bent in navigatie. Rechtdoor! Alright. Oh man, voor ons, incoming! Oh my god! Oncoming! Oh, jongens, dit wordt echt... Oh, ja, gassen! Oh, dat is wel echt de perfecte auto gekozen, Duff. Goed gedaan, man. Ja, toch? Oh! Oh, het gaat allemaal net goed. Hé, maar hoe de fuck? Oh, shit. Zometeen, Matthijs. Weet je hoe je die jump moet maken, zometeen, of niet? Ja, ik weet het. Oké, mooi. Heel zeker. Ja. Wel, dat goed. Ik moet vanaf de linkerkant, of niet? Ja, precies. We houden het wel lekker lang vol, moeten we zeggen. Want de challenge was 5 minuten. Volgens mij zijn we er al bijna, hoor. Ja, ik weet het niet. Je ziet mij gewoon rustig zitten in mijn auto. Ik denk dat de tering is. Oké. Ik zit gewoon rustig in de auto te kijken naar Matthijs. Die is ook vet relaxed nog steeds hier zo, met zijn kapseltje en zo. Nou. Fuck, ga ik de verkeerde weg? Ja, maar niet uit. Ga door. We kunnen niet meer draaien. Draaien, oh! Oh shit! door. Oké, je kan rechtdoor. Gewoon rechtdoor. Ja? Dan kun je zo meteen linksaf en dan kan je er afspringen, zeg maar. Oh ja, oké, snap ik. Wow! Deze auto is wel echt een kastdoe-auto, zeg. Holy shit. Oké, mooi. Ja, dat gaat. Hier rechts. Ja, hier rechts ergens. Ja, hier rechts. Daar heb je hem. Je moet hier naar beneden zo meteen. Daar haal je hem. Rechts. Val goed, hè. Oh, fuck. Ja! Ja! Draaien! Oh. Ik lig eruit. Ik ben eruit geflikkerd. Duffy, snel! Duffy, snel! Oké, gassen. Oké, haal die jump, hè. Kom op, Matthijs. Ik ga hem hier zo draaien, ja? Oké, dan komt hij in zijn badjas. Schatstukken goed. En draai om. 360. 180. Kom op. Oh, lekker. Die snelheid. Oké, kom maar. We moeten jumpen in één keer goed gaan. Als we falen, dan zijn we fucked. Ja, kom op. Je hebt dit. Gewoon gaan. Kom op. Ja. Dit ding is kapot snel, jongen. Gaan. Ja! Nee, Matthijs! You fucked up, Matthijs! Fuck. Kunnen we dit opnieuw doen? Jawel. Kom wel. Oké, Die agent was echt zo, alle hoop plap. Oh, Matthijs, man, kom op, hij moet goed. Ja, maar dat ding is sloom, jongen. Maar hij was wel goed, maar je moet proberen recht eroverheen te gaan, anders haal je het niet. Ja, oké, iets meer speed nodig. Turn, hier kan draaien. Oké, dan gaat hij weer. Okay. Het volgende antwoord, alleen maar rechtdoor. Attempt. Oh shit, al die politieauto's, die gaan mijn speed verneuken. Nee hoor, dat is plats. Je hebt dit, Matthijs. Okay. Oh, we gaan langzaam. Oh, fuck. Matthijs, je kan het. Matthijs, je hebt dit, Matthijs. Je hebt dit, ja, je hebt dit. Ja! Yes! Jongens, ik ben dood. Oh! hij is gecrashed tussen de paal. Dude, oké, ik stap ook uit, man. Ik ben er klaar mee. Dit is een beetje te gevaarlijk, Matthijs. Ik kan niet uitstappen, Matthijs! Nee, we zijn veilig. Fuck die shit! Fuck, ik ben dood. Red het, Dylan. Ah! Bitch! You wanna fucking go! You want a piece of me! Ik miste hem! Oh, kut. Shit! Ah! Ja, ik moet de politie gaan helpen. God damn it, ik ben ook dood. Oké, hij is dood.
Hoe lang hebben we het ongeveer volgehouden? Lang. Lang genoeg hoop ik. Alright jongens, tweede poging en het ene laatste poging. Want we gaan nu weer in de privéjet van Duffy het te halen. Yes. Jongens, welkom aan Airlines Rotjoch. Het gaat niet echt goed, want ik kan helemaal niet goed vliegen. Oh. Dus, weet je hoe space het is dat wij vanuit first person kijken uit die ramen? Wat zou je doen dan? Klein alles beetje bounced, maar. Alles bounced op en neer gewoon. Wij zitten hier sigaretjes te roken, champagne te drinken. Het hoort, ook bij de, het hoort er allemaal bij, het komt allemaal goed. Jongens, waar moeten we eigenlijk naartoe? Ik heb die stip op de map gezet, dat is de legerbasis in de buurt. Als we daar vliegen, dan komen de jets in de lucht. Oh, dat wilde je graag. Okay, nou. Ja, kijk, we moesten 5 minuten overleven met 5 sterren, dus ik dacht, nou ja. Gezellig. Step the game up. Dat gaan we dus doen. Ik heb dat dus ook een keer gedaan. Ik heb een keer een jet gejat daar, maar ik was instant uit de lucht geknald. Ik weet niet... Dat kende Duffy nu nog wel. Ja, dan moet jij dus wel goed gaan dodgen. Ik doe even een champagne ondertussen hoor, want... Ja, die champagne die vliegt de hele kamer hier rond. Klein beetje turbulentie. Champagne is goed hoor. Oh. Hop, ja, ze kan je op. Oh, die jet, de glazen ballon. What the fuck? Gebeurt dat serieus? Nee, tuurlijk niet. Ik ga even kijken naar jullie. Hallo jongens! Ik zie rustig Matthijs hier rustig champagne drinken en zo. Ja. Doodeng, joh. Oh wacht, ik moet even kijken wat er gebeurt. Turbulentie! Ik zie mijn jacht in de zee liggen. Turbulentie! Ik heb een jacht van 10 miljoen in de ja, zee. Ja, die Duffy is weer een rijke tata aan het spelen. Ja, hij is die Dambazarian. Ja, jongens. Ja? We zijn bijna aangekomen. Ja, voor mij moet je hier gewoon doorvliegen. We zijn bijna in de buurt. Ik weet niet precies waar ik was, maar... We zijn ondertussen... Waar zijn we? Oh nee, wacht. We moeten helemaal hier naartoe trouwens. We moeten daar naartoe. Sorry, nog een klein stukje. Turbulentie! Turbulentie! Oh, turbulentie! Alsof we een salto Dylan, maken. Waarom vlieg je in godsnaam met je wielen uit? Dat druk is op geen, F. Druk op F. Nee, geen... jongens, wat is dit voor een gebouw? Dit is de legerbasis. Oh hey, dus... je mag hier gewoon overleven. Oh, dat mag niet! Oké, het mag niet! Oké, jongens. Dylan, luister, wij zijn twee belangrijke zakenmensen. Wij willen veilig terug naar de grond. Ja, okay. Ik denk nog snel even heel veel champagne. Oh, er zitten 63 in de lucht. 3. Jongens, dat komt allemaal goed. Vertrouw erin, vertrouw in mij! You gotta believe, son! You gotta believe! Net op deze ontwijkingsmanoeuvre, jongens, het gaat werken! Ik ga gewoon champagne drinken. Wat plats! Doet hij gewoon! Oh, helikoptertjes! Hallo! Maar één ding, we zitten nu op 4 sterren, we moeten er 5 hebben. Ja, maar fuck, ik hoor raketten! Oh, ja. Shit! Turbulentie, what's happening? Ja, denk je dan? Het gaat gewoon goed! Het is niks aan de hand, man! Dit is echt super easy! Oh, shit, ik doe nog even snel een sigaar. Oké, we gaan proberen te ontsnappen zelfs, dat gaat lukken. Wacht, ik ga waypoint zetten waar je moet landen, ja? Dit is de landingsplek, daar. Waar? Daar. Oké, doen we zo wel even, is geen probleem. Oké, goed. Doen we even, hier, we ontsnappen gewoon, 4 sterren in de lucht. Super easy, bro. Dylan, kan jij überhaupt landen? Want jij had net al moeite met je wielen in te klappen. Ja. Het komt helemaal goed hier. Er is niks aan de hand, man. Deze challenge is piss easy, man. Het vliegtuig. Ja, maar ik weet niet. Is dit nou omdat ik dronken ben? Of is er nou enorm veel turbulentie? Nee, ja, joh. Dat is als je dronken bent. Kijk, ik ben echt geen saltertjes aan het maken of zo. Dat doen we allemaal niet hier, hoor. Die champagne die klapt erin. Ja, dat doen we helemaal niet. Waar de fuck moet ik landen? Op vliegveld weer? Ik ga van deze combi gaan kotsen. Oh, joh. Maar ja, eerlijk, die sigaren zijn goed, hè, die kieleven. Ja, daarom. Maar even de vraag is even serieus. Is het belangrijk om te landen met wielen? Nee, absoluut het hoeft niet. Niet als jij goed kan landen met de wielen, sure. Maar is het veel te hoog? Nee, jongen. Dit gaat lukken. Dit gaat lukken. Oh my god. Vertrouw daar maar in. Dit gaat echt lukken. Let op. Jongens, ik ga eruit. Wie is dit? Wie? Vertrouw daar maar in. Oh wacht, we zitten te hoog. Matthijs! Ja, dit komt goed, Matthijs! Dit komt goed, Matthijs! Dit komt goed, Matthijs! Dit is gelukt! Het lukt! Ik ben dood! Het is gelukt! Oh nee, nog niet! Wachten! Ja! Slow and steady wins the race! Heb je geland? Hier! Easy peasy lemon squeezy! Au! Oh. Kut, sorry, ik had geen parachute. Ik moet zeggen, challenge voltooid. Ja! Ja, op zich. We hadden 4 sterren, geen 5. Jawel, maar er zaten wel 3 jets achter ons aan. Ja, dat telt wel als 5. Het komt omdat jullie een super goeie piloot hadden. Ik was zelfs geland zonder wielen. Echt geen wielen uitgeklapt? Netjes. Nee! Ben je in de zee geland? Nee. Gewoon vlak voor het einde. Ik had nog maar een paar meter dat ik het niet gehaald. Maar vertrouwen, ik had er vertrouwen. Nou, dan gaat je deur in je jet. Ik kom hem weer even brengen, als ik nog kan opstijgen, want ik heb geen wielen. Kun je ook weer uitklappen, hè? Nee, het werkt allemaal niet meer, jongens. Fuck. Duffy, je hebt een nieuw voertuig wat gewoon zeg maar hier staat. Oh. Ik ga het halen! Stijg op!
Ik hoor een enorme explosie en... Oh. Ja, ik krijg ook een mailtje dat... het spijt je enorm dat mijn vliegtuig kapot is, zie ik nu. Is... Ja, leeft Dylan nog wel? Nee. Hey. Dylan? Ja, ik ben er weer, hoi. Nou, hier op mensen, dit was weer een nieuwe challenge van GTA 5 Challenges Funny Moments met Duffy 13, met Matthijs TVG. En het was leuk, terwijl ik hier Duffy even helemaal de tyfus in sla, mother, je badjas. Wat kom je redden, bitch? Bam! Wat is een kill? Bam! Bam! Ga liggen. In ieder geval, hopelijk vond je het een leuke video, dus zeker even een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Kijk lekker naar de kanalen van de gasten hier beneden in de beschrijving. En ja, als je graag naar de volgende video van GTA 5, natuurlijk een nieuwe challenge achter! een nieuwe challenge achter en peace.